Ja, Feyenoord op zoek naar een uitoverwinning in 2019. Want dat is in dit kalenderjaar in de Eredivisie nog niet gelukt. Het gaat op bezoek bij VVV. Wat zich in ieder geval cijfermatig de laatste decennia in de koel door een soort angstgegner heeft ontwikkeld. Het Feyenoord won hier in al die jaren slechts 3 keer van de 21 eerdere ontmoetingen in Venlo. Dat is een opvallende statistiek. VVV, 33 punten uit de 28 wedstrijden. Ja, zegt Stijn altijd, 4-35 heb je er wel nodig. Dat betekent dat ze er nog niet helemaal zijn. Niet helemaal veilig, voor het gevoel althans. Maar er is toch ook wel bewust in Venlo dat die een paar punten nog wel ergens gespokkeld gaan worden. We kijken dus naar die formatie van de VVV. Het Van Ooyen in de middenlinie samen met Susic. Daar zijn wat aanpassingen gedaan. Dus VVV ook behoorlijk vermoeid. Tweede helft tegen Utrecht. Post is een jarige job trouwens. Viert vandaag zijn 30ste verjaardag. Ja, dat is een zeer eenvoudig bot van Heerenveen met 3-0 en in dezelfde formatie aantreedt. Hetgeen Robin van Persie kan nog altijd een kuitblessure. Niet meegekomen naar Limburg. Dat betekent dat Jurgensen weer de diepe man is in de aanval van Feyenoord. Zondagmiddag half 3, de aftrap van VVV. Gericht door Susic. Marco Seuntjes hier. Eerst een lange bal in de richting van Vlapa. Veel grote, sterke, lange mannen. Het hele seizoen. Bij VVV. Klaasie. Tweede lijn, dat is gevaarlijk geschoten. En venijnig ook door Larsson. Klaasie, Jurgensen. Het aanstoppunt in het 16 meter gebied, terugleggen. Dat is goed gedaan door Jurgensen. Redding Oenerstaal, rebound Feyenoord via Haps. En Feyenoord nog altijd in balbezit. Botteguin. VVV krijgt de bal absoluut niet weg. En daar is Martina in een slechte voorzet. En daar baalt hij zelf ook hartstochtelijk van. Uitstekende 40, 50 seconden van Feyenoord. Maar de ene aan de andere kant zich aandient. Eerst deze uithaal van Larsson. Vervolgens Jurgensen die het perfect doet. Natuurlijk goed zijn lichaam gebruikt. De terugleg is uitstekend. Die had daarin gewogen van die afstand. God, diepte in. Naar de achteraan. Je ziet het effect van het sproeien is al helemaal weg. De bal stroopt aan alle kanten. Susic. Susic met Vilena. Door naar VVV. Hoekschop getrapt door Van Ooyen. Bij de tweede paal komen ze. De lange man met Susic onder andere en Reuzelen. Echt gevaarlijk wordt het niet. Haps raakt er wel bij geblesseerd bij het zetten van dat blok. Geeft die bal wel voor, maar zakt daarna in één. Beetje uit balans, om toch nog bij die bal te komen, moet hij dat blok zetten. En daarna schiet de pijn erin. Feyenoord dat de 1 minuut na een tempo hanteert dat wel past met de temperatuur. Op een of andere manier, maar natuurlijk eigenlijk niet past in de voetbalwedstrijd. Dat is een aardige crosspaas. Een schot. Maar Oenerstaal op Larsson. En zo is het ineens 1-0 door Larsson. Het lijkt erop alsof die Duitse doelman die bal laat ziet komen. Want hij reageert in ieder geval behoorlijk traag. En zo staat Feyenoord ineens op voorsprong. Kijk naar de reactie van Oenerstaal. Die eigenlijk pas zich strekt. Als de man al is gepasseerd. Nee, Haps kan toch niet verder. Dat is treurig voor Haps. Zoveel pech gehad heeft natuurlijk. Dus nog maar laatste jaar. Op dus. De nieuwe linksback. Daar gaat
Jurgensen zomaar de kans. Maar Jurgensen raakt hem half. Goed gezegd, je kunt het ook bijna niet inschatten hoe die bal stuitert, hoe die neerkomt. Wat hij daarna doet, is zo lastig in te schatten allemaal op dit veld. Gaat Toorstra, Jansen heeft het gezien. Naar binnen verdedigd door Jansen. Nou, nu de omschakeling van VVV. Susic. En een beroerde bal. Veel te scherp. VVV heeft het helemaal niet naar binnen. Post. Van Ooyen. Zou hier wat in zitten voor de thuisploeg? Joosten. Voor het eerst eigenlijk 1 tegen 1 met de tegenstander. Malasia. Joosten doet het vaak van afstand. Zes goals tot nu toe in de Eredivisie, maar te doen buiten 16 meter. Dat zien we niet eens zo heel veel, dus in ieder geval met afstand. Het meest gevaarlijke moment op de meter van VVV. Jansen met de inworp. Bal blijft liggen, klappen, dat heeft een grote kans voor VVV in de extra tijd van de eerste helft. Goede reflex van Vermeer zit. Het is in de absolute slotfase van de eerste helft. De enige echt goede kans voor VVV. Joost. Malasia. Ach, die is veel te laat met zijn sliding. Dat is een kaart voor Malasia. Inschattingsfout. Geel voor de linksback. Dat zag je echt mijlenver van tevoren aankomen deze. Taxatiefout van de vervanger van Abs. Kruisschop VVV, dan door Susic en dan is iedereen voorbij. Aardige opening van Brugge op Rutte. Die wat ruimte vindt in dat was, omdat het gewoon opgeeft daar. Rutte, doorzien, Van Beek. Malasia. En dan weer VVV. Met Susic. Jansen. Susic binnen door richting God. En dan Joosten zomaar ineens met de kans. Omdat Feyenoord eigenlijk naar de situatie staat te kijken. En er niemand is die ingrijpt. De bal lijkt veel te scherp te zijn voor Gold. Maar ja, de verdediger schijpt er niet in. Deze bal afwachtende houding aangenomen door met name Bottekien. En dan kan Joost uithalen. En er zit toch een serieuze kans. De eerste van de tweede helft na een kwartier. Torsten, hij is zichzelf in de nest. Net oplossen. Nu is het de beurt aan Malasia om er een potje van te maken. En als koppen gemaakt worden Susic, dan zou het 3 tegen 3 zijn geweest. Nu heeft Feyenoord toch weer een overtal. Joosten met Malasia. Voor naar VVV. Zwakke beurt van Klaassen op het middenveld. Joosten. Bal verlengd en daar bij de paal weggehaald. En dan een vrije schietkans. En de redding van Vermeer. VVV heeft de betere mogelijkheden in de tweede helft. Feyenoord zag steeds verder weg. Berghuis, tegenstander gezien. Berghuis, nou die kan uithalen met zijn linker. En dat doet hij over het algemeen venijnig. Nu ook, doet een stalrit. Malasia. Malasia, nu nog iets verzinnen. Ah, Joep sluit aan. Berghuis. Jurgensen tussen de onderkant. Een schitterend afgerond door Jurgensen met een streep. En zo wordt het 2-0. Een kleine 20 minuten voor tijd. VVV. Hierbij staat te kijken. Feyenoord. Dat is ook natuurlijk niet bedoeld van Vilena richting Jurgensen, maar de uitdaging. Zeer gewoon treffelijk geraakt. Buitenkant vreef, geen kans, Hoenerstal 0-2.
Van Ooyen. Blapa. 16 meter gebied. Seuntjes. Joosten. Joosten. Een schijntrap van Joosten en een redding van Vermeer. Joosten is de gevaarlijkste aanvaller. Larsson. Berghuis. Slim balletje binnen door Vente. Dat is nog aardig bedacht door Vente. Nu de korte hoek zoekt. Malasia. Laat hij zich aardig uit en weet ook weer de ruimte te vinden. Malasia nu opkijken en de ploeggenoot vinden. Dat is het idee of het zou doen. Wat een mooie goal als het allemaal zo bedoeld is. Dan creëert hij helemaal zelf. Malasia. Nou, laten we maar ervan uitgaan dat het allemaal zo, inclusief dat laatste schot, uitgedokterd is. Malasia. Dan is het een fraaie afsluiting van wat lang een taaie, tamme middag is geweest. Maar waar Feyenoord natuurlijk wel voorkomen verdient de drie punten gaan pakken. En daarmee ook de derde plaats gaat innemen. En er is maar één korte fase geweest waar VVV het probeerde. Maar VVV oogt de laatste weken, de laatste wedstrijden. Zonder fut, zonder energie. En daar moet toch wel iets gebeuren. Er moet immers wel wat punten gespotten worden. Het feit is wel dat Stijn wat dagen rust kan pakken in de aanloop naar die belangrijke wedstrijd van volgende week uit tegen Fortuna. De Feyenoord wint verdiend met 3-0. Maar de fraaie doelpunt van Malasia. Toch wel de master. 0-3.